Breda Nu. Je weet het meteen. Het is de 11e van de 11e. De dag voor grote en kleine carnavalstradities. En een van die kleine carnavalstradities is het bezoek van de QVSOP aan het graf van prins Driekes hier op de Ginnekenmarkt. Wat dat inhoudt, gaan we binnen even vragen en dat gaan we ook even bekijken. Prins Diederik de Eerste van het Kielengat. Wat is eigenlijk de QVSOP? De VSOP, dat is de Vereniging Oud Prinsen, de Verenigde Sociëteit. En de Q staat voor Kwaadekker. En deze voorganger van ons, die is helaas overleden. En in die Q, daar hebben wij al onze prinsen in die er niet meer zijn. En wat gaat u nou doen? Wij gaan zo dadelijk, gaan we toch even weer in gedachten terug. En dat is de carnaval, de historie van het carnaval. Het plezier van het carnaval. En ook het verdriet van het carnaval. Want dat gaat allemaal hand in hand. Dan gaan we zo dadelijk nog eens even weer terug in de tijd. Naar nu. We leggen bloemen. Prins Riekes spreekt vandaag de grafrede uit. En we gooien 3 eieren om het graf. En we doen er nog wat pils bij en dan zijn we weer hier. En dan denken wij dat wij het feest van carnaval weer goed zijn begonnen op de 11e van de 11e om 11 minuten over. Vul het maar in. Ex-prins Theodocus I van het Kielengat. U staat hier een beetje als QVSOP op een vreemd vijandig gebied, namelijk op het Ginnekenmarktje. Hoe is dat zo gekomen? Nou, het is niet leuk, maar ik moet je wel meteen eventjes corrigeren. Het is niet het Ginnekenmarktje na 11.11. Het is het Theedokenmarktje. Excuses daarvoor. Maar hoe is het nou gekomen? Nou, het is zo gekomen dat Wijlen Henk Esser 42 jaar geleden als prins van het Kielengat hier op het Ginnekenmarktje stiekem zijn eigen in de container liet flikkeren, zoals het hoort, samen met de baron. Terwijl Henk eigenlijk, Henk Esser was zijn naam, dat Henk eigenlijk in Breda verbrand moest worden. Maar hij woonde in het Ginneke en hij was een Ginnekenees. En hij werd hier zo in de container gegooid. En toen heeft het laatste ogenblik gezegd, krijg jij van ons een steen waarin we jouw geest begraven. En die steen met die geest, die doen de oud-prinsen ieder jaar bezoeken en herdenken van het jaar voor het 43ste jaar. Dat Henk Esser hier zo deze ceremonie heeft ondergaan. We gaan eens even kijken, want ik heb gehoord dat het een spektakel is met eieren en bloemen. Het is een ceremonie met eikens en blommetjes. Ik zou willen vragen aan de spreker van deze avond om, moment, aan meneer de baron. U bent de baron. Dank u. En u bent de prins. Een eitje. Dankjewel. Een hartje kocht hoor. Om de beurt eventjes een eitje te klutsen boven het graf, waarbij ik een van de hofdames wil vragen om de bos van de Maldi. Om een bosje. En kijk eens wat de kleur is. Ja, ik vind het geweldig. Groen. Ja, reken ik ook goed. Ja, is dat goed? Nee, hè. Wat is het dan? Geel. Ja, natuurlijk, want dat waren de goede kopsten. Mag ik nu vragen, meneer X? Tuurlijk. Als eerste en dan de jongens, wil je mag een stapje opzij doen? Nou, ja. Ik niet, hoor. Want al dat gekluts, hè, dat kan best op een gegeven moment anders. Ja, enigszins uitlopen. Ja. Driekes, het gaat je goed. Zijn er geen eieren? Nee, maar 3 eieren. Ja, goed. Hoe gaan we dat bier? De zuinige kant. Vrijwillig met die bier. Hey, buurman. Kom maar in, want het feestje gaat beginnen. La la la.